deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je in de titel hebt kunnen zien heb ik voor vandaag echt een mega shoplog van Shein. Ik ga deze shoplog in twee verschillende delen doen. Ik heb namelijk een aantal items die ik zo aan jullie kan laten zien en ik laat natuurlijk meteen dadelijk ook de aanbeelden zien. Het is echt mega mega veel. Ik heb bikinis, ik heb accessoires, ik heb gewoon kleding. Het is echt niet normaal. Ik ben helemaal losgegaan op Shein, maar ze gingen ook weer allemaal met zomersale en met extra kortingen gooien. En dan ben ik gewoon een sukker, ook al is Shein super goedkoop. Als het dan nog goedkoper is, ja, dan sla ik mijn slag. Ik ga in ieder geval in deze video alles laten zien wat ik deze keer heb geshopt bij Shein. Dus als je daar benieuwd naar bent, zou ik zeggen, blijf vooral kijken. Doe alvast die duimpjes omhoog. En abonneer je nog eventjes gratis en vrijblijvend op mijn YouTube kanaal, als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen. Wat ik dus al zei, ik ga het in twee delen doen. Ik laat hier in ieder geval even de items zien die ik dan niet per se kan aantrekken. Ik laat ook eventjes de bikinis zien, want die heb ik toevallig wel al eventjes aangetrokken om te kijken of dat ik dat in beeld durfde te brengen. Maar ik vind beide bikinis net even iets te pikant dat ik zoiets had van oké, die laat ik wel eventjes zo zien. De rest heb ik nog niet uitgepakt, heb ik ook nog niet gezien wat het is. Ik ga dadelijk in ieder geval boven voor mijn spiegel alles passen door middel van een pashokje shoplog. Maar ik laat eerst eventjes de items zien die ik hier nog rondom me heen heb liggen. Mocht het me lukken, dan zal ik alles uiteraard linken in de beschrijving. Maar omdat het dus een mega sale is momenteel bij Shein, is het ook maar net de vraag of dat het nog wel aanwezig is. Maar vooralsnog, ze hebben heel veel andere dingetjes die ik dan niet hier in deze shoplog heb. In die zomersale. Dus het is echt wel de moeite waard. Ik ga meteen met de bikinis beginnen. Want daar was ik heel erg excited over. Maar wat ik al zei, ik vind ze net even iets pikant om zo in beeld te delen. Een van de eerste, ja jullie kunnen het al zien. En ik ben benieuwd of dat de camera het überhaupt oppakt. Ik heb echt een fluoriserende oranje bikini gekocht. Oranje is natuurlijk helemaal de kleur voor de zomer. En ik associeer dat heel snel met het Nederlands elftal of met Koningsdag. En je kunt oranje gewoon ook buiten die dagen omdragen. En toen dacht ik, oké, omdat ik niks qua kleding heb in het oranje, misschien is het wel leuk om dan een bikini in het oranje te dragen. Ik ben zelf best wel wit en ik hoor altijd als je dan oranje of bijvoorbeeld van dat fuchsia roze draagt, dat je dan wat bruiner lijkt. Dus ik dacht, why not? Ik heb deze bikini gekocht. Ik heb toevallig wel de padding er alvast uitgehaald, want dat vind ik helemaal niet fijn zitten, maar die zit er dus bij. En dit is de eerste bikini die ik heb. Ik weet niet zo goed of dat ik het heel goed en duidelijk in beeld kan brengen. Maar het is een one-shoulder bikini met zo'n extra band om je taille. En het fijne aan deze band is dus dat die lekker rekbaar is, zodat dat niet zo'n rollade effect gaat geven. Ik vond het echt een schitterende bikini. Hij zit ook echt mega fijn. Ik twijfel een klein beetje of dat hij echt genoeg doet qua support. Ik heb best wel een behoorlijke voorgevel. En hij heeft maar één support aan de schouder. Dus de ene borst hangt een beetje naar beneden, de ander iets omhoog. Op zich, ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. Maar hou er wel rekening mee als je dus een wat grotere voorgevel hebt. Dat je een beetje ongelijke borsten kunt krijgen. Ja, kun je daar iets tegen doen? Nee, ja, dan moet je niet zo'n bikini aanschaffen. Of dan moet je voor een bandeau kiezen of een bikini met twee banden. Maar hele fijne bikini. Ja, ik vind hem echt super tof. Ik heb deze in een maatje 3x XL, maar ik heb eigenlijk alle swimwear in 3x XL. En dit is het broekje wat erbij zit. Ook zo'n lekker high-waisted broekje. Ook best wel hoog uitgesneden moet ik zeggen. Maar niet dat het dan meteen ordinair wordt. Je hebt een heel klein beetje een cheeky billetje. Maar gewoon, ja, gewoon een heel fijn basic broekje. Ik hou gewoon van die high-waisted broekjes. Dat is voor mij toch dat ik iets meer verberg, ja, dan een volledige badpak. Ik voel me er gewoon niet heel comfortabel bij om nog in een heel klein bikinibroekje rond te lopen. Dus met deze ben ik in ieder geval echt super blij. Hadden ze ook in meerdere kleuren, maar wat ik al zei, ik dacht laat ik eens een keer wat anders uitkiezen. Dus ik ben voor oranje gegaan. Dan heb ik nog een badpak. Ik wou zeggen een bikini, maar dit is een badpak. Al oogt het wel als een bikini. Ook hier heb ik de padding al uitgehaald, want ik hou gewoon niet van padding in een bikini of in een badpak. Even kijken hoe dat die in elkaar zit. Het is namelijk best wel even een knoopwerkje. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik kan wel heel even een strikje erin maken. Dat jullie enigszins een idee hebben hoe deze, hoe dit badpak valt. Zo. En dit was echt zo'n badpak die je in verschillende dierenprintjes had. En ik ben voor deze gegaan. Ik hoop dat jullie een beetje begrijpen hoe dit valt.
Maar je hebt dus gewoon de top. Dan heb je hier in het midden dat het een beetje kruist. En dan heb je aan de onderzijde een broekje. Dus het lijkt van de buitenkant, van de voorkant een bikini. Maar aan de achterkant is het gewoon helemaal gesloten. En dit is wel een bikini. Zeker omdat ik een best wel groot voorgevel heb. Het is best wel een push-up effect. En op zich is dat wel heel erg mooi. Maar mocht je dat niet mooi vinden, dan is dit gewoon niet je badpak. Je moet ook van het printje houden. Ja, ik ga echt helemaal goed op dierenprintjes. Ik vond hem heel erg mooi. Ik vond het ook mooi dat deze ook weer een oranje tint bevatte. Want deze hadden ze ook in een beige tint. En ja, wat ik al zei, ik dacht ik ga maar eens een keer voor oranje. Heel mooi badpak ook. Ook heel erg blij mee. Wederom in een 3xL. En deze zat ook gewoon echt als gegoten. Omdat ik geregeld shop op Shein, mag ik ook geregeld cadeautjes uitkiezen. En dit keer vond ik het echt allemaal niks. En toen stond er dit tussen. En toen dacht ik, ja, heb ik zelf hier iets aan? Nee, eigenlijk misschien niet. Nou ja, misschien toevallig binnenkort. Want heb ik een meidenweekend. En dan kan ik het gebruiken voor make-up. Maar ik weet, Liv is momenteel helemaal into paars. En van die tasjes vindt zij gewoon ontzettend fijn. Zeker als ze gaat logeren. Ja, het is geen groot tasje. Het is een karig klein tasje. Ja, wat ik al zei, voor make-up. Ik gebruik toch niet heel veel make-up. Is het gewoon prima. Er zitten zelfs verschillende vakjes in, zoals je kan zien. Dus op zich, het is gewoon een heel leuk klein tasje. Neemt ook niet heel veel ruimte in beslag. Ja, ik mocht het gratis uitkiezen. En wat ik al zei, de rest was eigenlijk ja, ook 3 keer niks. Dus ik had zoiets, nou dan doen we deze. En qua cadeautje is hij gewoon prima. Ik weet dat deze ook gewoon los te verkrijgen zijn bij Shein. Ik zou niet weten hoe duur dat deze zijn. Maar op zich, gewoon voor make-up is het gewoon een prima dingetje. Hier iets. En dit kan verschillende functies hebben. Online stond het als menstruatietasje. Klinkt heel raar als ik dit zeg. Maar dit is dus iets waar je dus maandverband, tampons, mocht je van die cups gebruiken. Misschien heb je reinigingsdoekjes die je fijn vindt tijdens de menstruatie. Dan is dit het tasje wat je moet hebben. Al kun je dit ook gewoon gebruiken voor make-up of voor iets anders. Stel, je gebruikt medicatie of ik heb bijvoorbeeld ook met mijn werk dat ik allemaal sleutels heb. Dan kan het natuurlijk ook gewoon gebruikt worden. Maar ik wil het dus gaan gebruiken om inderdaad mijn maandverband, mijn tampons en alles in op te bergen. Zodat het niet los in mijn tas zit. Het is een heel eenvoudig vierkant tasje. De binnenkant doe je open. Heb je hier een heel klein vakje. Ja, het neemt niet heel veel ruimte in beslag, maar ik vind het zelf gewoon net even wat frisser als het gewoon in iets zit in plaats van los in mijn tas. Ze hadden deze in verschillende printjes. Ik ben gegaan voor een zwarte met bloemen en met flamingo's. Deze was echt maar 1 of 2 euro. Ik denk, nou, dat vind ik eigenlijk altijd wel handig. En wat ik al zei, hier kun je natuurlijk ook gewoon andere dingen in opbergen. En het laatste item wat ik zo even aan jullie kan laten zien is dit. En dit vind ik dus wel echt heel ideaal om mee te nemen dadelijk naar het meidenweekend. Jorg heeft dus al zo'n ding. Die heeft hij al een aantal jaar. En ja, hij vindt dat super chill. Ik gebruik 9 van de 10 keer toilettasjes van Liv. Maar dat is gewoon op Liv formaat. Dus die zijn best wel klein. En toen kom ik deze travel case tegen. Ja, sowieso dit printje te die voor. Maar het leuke aan deze was, als je hem dus openmaakt, kun je al je producten erin doen. Maar je kunt hem daarbij ook gewoon ophangen. En dat vind ik zo ideaal, want dan denk ik, ja, 9 van de 10 keer heb ik dat allemaal los in mijn tas zitten, allemaal in zakjes. En dan moet ik het gewoon, ja, ik zet het eigenlijk altijd als ik mijn koffer uitpak, gewoon ook meteen neer in de badkamer. Maar hoe ideaal is het dat je het dan ook gewoon hierin kan bewaren? Op zich een leuk formaat. Ja, ik neem dan toch altijd kleine verpakkingen mee, dus dat past hier allemaal prima in. Bovenin zit een ritsje met een zakje. Dan zitten er hier 2 van die zakjes waar je ook spulletjes in, kan doen. Hier in het tasje zelf zitten verschillende organizers waar je dingetjes in kan doen. Ja, kortom, echt wel een heel fijn tasje om gewoon ja, je beautyproducten, maar ook gewoon shampoo, conditioner. En ja, en hoe ideaal is het dat er dan zo'n haakje aan zit dat je dat gewoon kan ophangen. Ik zie zelfs aan de achterkant dat er ook nog een vak in zit. En deze hadden ze ook weer verschillende designs, maar jullie kennen me ondertussen. Is er dierenprint, dan ga ik voor dierenprint. En ik denk, hé, dat is handig. Ik verwacht niet dat ik ongesteld ga worden tijdens het meidenweekend, maar zoals ik al zie, kijk, dan kun je hem ook gewoon hierin stoppen. Heb je toch redelijk georganiseerd bij elkaar zitten. Ik vind hem heel erg leuk. Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het ook een leuk formaat. Want voor mij had het ook niet veel groter hoeven. Want dan zou ik niet weten waar ik het in moet stoppen. Maar echt heel erg leuk. En zoals ik kan zien hier op de verpakking.
Oh nee, ik dacht dat er andere desserts nog op de verpakking stonden. Maar nee, ze hadden deze wel in verschillende andere desserts. Maar nogmaals, ik ben voor deze gegaan. Ik ga in ieder geval de camera mee naar boven nemen. En dan gaan jullie alle aanbeelden zien van de kleding. Bereid je voor, want het is echt een hoop. Maar ik kan je vertellen, het zijn wel echt superleuke items. Al hoop ik wel dat het allemaal gaat passen. Want het is natuurlijk altijd maar even de vraag bij Shein. Maar in ieder geval wens ik je heel veel kijkplezier. En kom ik straks weer bij jullie terug. We beginnen deze mega Shein shoplog met deze fantastische wikkeljurk. En mocht je me langere tijd volgen, dan weet je dat ik een beetje een haat-liefde verhouding heb met zelf strekbare wikkeljurken. Ik heb meestal wikkeljurken aan die al gestrikt zijn of die gewoon ja, wel als wikkeljurk uitzien, maar niet dat je dat zelf moet strikken. Ik weet niet wat dat is, dat klopt gewoon 9 van de 10 keer niet met mijn lichaam. En deze zit gewoon eigenlijk in één keer goed. Ik heb hem in een hele mooie kobaltblauwe kleur. Ja, mocht je me langere tijd volgen, nogmaals, heb je al vaker in deze kleur jurkjes voorbij zien komen. Ik vind het een hele mooie kleur en zeker voor deze tijd van het jaar. Zeker als je een beetje een tintje hebt, dan staat het zo ontzettend mooi. Ik doe er dan wel een beetje een wit hemdje onder, zodat dat net nog meer knalt. Hij is echt heel blauw en hij is echt heel erg mooi. Het stofje valt ook heel erg soepel. Het is van de Shein Curve, 2 keer XL. En hij zit eigenlijk gewoon perfect. Ik twijfel een heel klein beetje over de lengte. Maar dat is meer dat ik dacht dat het echt een maxi jurk was, dus dat hij wat langer viel. En nu valt hij een beetje midi. En ik weet niet zo heel goed of dat me dan heel truttig gaat maken. Of dat ik het dan ook echt nog wel heel erg leuk vind. Maar overal, ik vind het sowieso een heel mooi jurkje. Ja, hij zit echt fantastisch. Zoals je kan zien, het stofje valt ook heel soepel. De mouwen hebben een klein beetje een een beetje een poefie. Vallen ook lekker wijd. Ja, deze was ook een meerdere kleur, maar ik ben dus voor deze kleur gegaan. En wat ik al zei, ik vind het een prima jurk. Het materiaal is echt heel fijn. Ik twijfel alleen een beetje wat de lengte doet voor me. Maar voor nu in ieder geval een heel goed begin van deze Shein shoplog. Omdat ik voor dit jurkje eigenlijk het minste... Ja, ik had voor deze jurk eigenlijk de minste verwachtingen. En hij zit gewoon eigenlijk in één keer goed. Dus we gaan snel door. En is dit de volgende blauwe jurk. En dit is echt wel een donkerblauwe jurk. Net even wat anders dan die wikkeljurk. Op zich een heel leuk modelletje. Hij heeft een vierkante hals. Ik vind het eigenlijk wel tof. Niet heel goed gezien op het plaatje. Heel klein beetje een poefy mouwtje. Zeg het goed, ja, de onderkant van het mouwtje heeft een beetje een elastiekje. Maar dat zit niet heel verkeerd. Deze is ook van Shein Curve, 2 keer XL. En het is een beetje zo'n crepe stofje. Ik weet niet hoe goed ik het moet uitleggen. Maar wederom heel flowy. Vind ik dit maxi? Vind ik dit midi? Ja, ik vind deze al wel iets langer vallen. Maar dat scheelt misschien dat hij geen overslag heeft. Maar ik weet nog niet zo heel goed of dat ik het modelletje wederom iets voor mij vind. Ik vind hem wel heel tof. Ik vind sowieso zo'n jurk met allemaal van die stroken echt fantastisch. Kijk, je kunt het hier zo zien. Heel leuk. Dat wel. Ook in verschillende kleurtjes hadden ze deze beschikbaar. Maar ik dacht, ik ga eens een keer voor een andere kleur dan zwart. Dus ik ben voor blauw gegaan. Ik vind de kleur heel mooi. Kijk, van dichtbij kun je ook zien, zit er een beetje een detail op het stofje. Heel flowy modelletje. Zeker lekker als het echt weer heel warm gaat worden. Maar twijfel weer een beetje of dat het iets voor mij is. Dus ik heb nog genoeg hier liggen. Maar in ieder geval, ik heb nou 2 jurkjes al waar ik gewoon heel erg enthousiast over ben. Gewoon omdat het past en omdat het er ook gewoon leuk uitziet. Maar waarin ik twijfel of dat het dan wel iets voor mij is. Dus we gaan snel door weer naar de volgende. Wauw, nou heb ik me toch een mooie kleur groen aan. Ik weet niet eens of de camera het helemaal goed op gaat pakken. Echt van diep flesgroen. Echt schitterend. Hij komt een beetje dof over bij jullie. Oh my god, deze kleur is zo mooi. En het jurkje van het model. Het model van het jurkje verder ook hoor. Ik heb deze ook weer op de Shein Curve afdeling gevonden in een 2 keer XL. En dit is dus wat ik bedoel met het oogt als een wikkeljurkje, maar dat is het niet. Ja, die jurkjes zijn eigenlijk 9 van de 10 keer perfect voor mij. En ja, deze vind ik heel tof. Vind ook heel leuk het stofje. Kijk, op de mouw kun je het beter zien. Die mouwen vallen ook lekker los. Mouwtjes zijn see-through en je ziet dat de onderkant ook een beetje see-through is. Er zit wel een onderjurkje bij. Kijk maar, die zit gewoon vast aan het jurkje zelf. Heel leuk vind ik deze. Zit hier een elastieke band.
Die zorgt dat je taillering een beetje geaccentueerd wordt. Ik vind de overslag heel erg mooi. Je kunt natuurlijk ervoor kiezen om hem iets lager te doen. Maar ik vind eigenlijk hoe die net zit gewoon eigenlijk gewoon prima. Je zou dit nog met een riem kunnen doen. Ja, ik vind deze echt heel erg mooi. Zo'n kleur heb ik ook eigenlijk nog helemaal niet in de kast liggen. Of ja, zo'n kleur jurkje. Ik heb natuurlijk wel meerdere items in deze kleur, maar nog niet een leuk jurkje. Maar ik vind deze echt heel erg mooi. Hadden ze ook in verschillende kleuren. Dus deze ga ik sowieso houden. Dit vind ik echt een toppertje. Dit is het volgende jurkje. Maar dit is voor mij niet zo'n succes. Ik vind het wel heel leuk dat je dit allemaal zelf moet strikken. Maar ja, nee, het is het niet voor mij. Ik dacht heel leuk misschien voor naar het strand, weet je wel. Of als een overgooi als je naar het zwembad gaat. Of als het heel warm is. Maar zoals je kan zien, het plakt ontzettend. Ja, Shein is natuurlijk wel bekend om zijn polyesterstofjes. Maar de andere items waren dus ook van polyester. Maar dat was gewoon fijn materiaal. En dit voelt een beetje, ja, het valt wel heel flowy. Het is niet, het voelt niet verkeerd, laat ik eerlijk zijn. Maar ja, het is al zo statisch en het plakt zo hard dat ik denk, ja nee, dat vind ik helemaal niks. En ik vind ook dat de bovenkant gewoon net iets te strak zit op mijn borst. Natuurlijk kun je dit wel verstellen. Maar als ik hem eigenlijk op de plek wil hebben waar mijn borsten zitten, dan zit hij gewoon te strak. Dus hij glijdt automatisch dan weer terug naar boven toe. Dus ja, dan wordt het hier zo heel massief. En dat vind ik gewoon eigenlijk niet zo heel mooi. Er zit hier een ceintuurtje bij. Zou ik wel dragen, want anders is het gewoon een vormloze zak. Ik vind de lengte wel heel leuk. Ik vind de kleur en ook het motiefje ook wel heel erg schattig. Het zijn allemaal bloemetjes. En wat ik al zei, je kunt dit dus gewoon strikken naar je eigen, ja, naar je eigen vormen. Op zich gewoon een prima jurkje. Ik vind het gewoon bij mij drie keer niks. Hij was ook van Shein Curve, 2 keer XL. Maar zoals je kan zien, 2 keer XL, het wil niet altijd iets zeggen. Ik heb net een aantal jurken gehad die ik wel gewoon in 1 keer paste. En deze is dan weer net, ja, hier aan de bovenkant gewoon net iets te klein. Dus mijn tip voor jullie, mocht je iets willen bestellen op Shein, ga echt recensies lezen, reviews, de maattabellen, want 9 van de 10 keer klopt het wel. En zoals je kan zien, ik had dus alles in 2 keer XL besteld. En deze is dan gewoon net even wit klein. Hadden ze ook in meerdere kleurtjes nog. Mocht het jouw modelletje wel zijn, dan moet je hem zeker bestellen. Want het op zich is wel een heel leuk jurkje. Alleen niet voor mij. En nu heb ik 1 van de items aan waarvoor ik überhaupt op zoek ben gegaan op Shein. En dat is deze jurk. Maar helaas is hij net iets te strak aan de bovenzijde. Dus deze moet ik sowieso in de maat groter nog bestellen. Maar kijk er eventjes doorheen. Maar hoe leuk is deze geweldige strookjurk? Ja, ik krijg er altijd zo van een beetje van die bohemian vibes van, weet je wel. Dan met zo'n strohoedje en zo'n strootas. En dan richting het strand of gewoon richting een feestje. Leuke sandalen eronder. Ja, ik vind het helemaal fantastisch. Er zullen mensen zijn die echt denken van, god mooi, je hebt gewoon een zak aan. Maar hoe lekker is dit in de zomer, jongens? Dit is zo lekker. Dit stofje is zo fijn. Het is ook echt de Shein VK-line. Dat zijn allemaal weer van die losse lijnen van Shein. Maar het is wel uit de Curve-afdeling in een maatje 2 keer XL. Maar je kunt het al zien. Ik vind hem gewoon net hier te strak zitten. Dus ik heb dat liever gewoon iets wijder. Zeker ook als ik een BH op onder heb, dan vind ik dit gewoon eigenlijk, ja, dat is het dan weer net niet. Maar ook hier kun je dus die mouwtjes zelf instellen met een touwtje. Hadden ze ook in verschillende kleuren, maar ik ben voor zwart gegaan omdat ik daar eigenlijk mijn idee bij had. Je zou hier ook nog een riem kunnen dragen mocht je dit dus echt te wijd vinden zitten. Er zit hier wel een naad op de taille, maar er zit verder geen elastiek in of dat het ervoor zorgt dat je wat meer taillering krijgt. Maar dat hoort ook bij die strookrokken of bij die strookjurken, dat dat gewoon lekker zo naar beneden valt. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind hem echt, toen ik hem aandeed, dacht ik echt, oh geweldig. Toen zag ik dit, dacht ik, ah, hij is eigenlijk nog iets te klein. Maar ik vind hem heel tof. Ja, echt heel erg blij mee. En hij is ook gewoon qua lengte echt helemaal geweldig. Zo, deze ga ik veel aandoen in de zomer, denk ik. Echt wel. Ik denk dat de zon ook gewoon helemaal blij wordt van deze shoplog. Want in 1 keer begint hij te schijnen. Het is al heel de dag een beetje donker en grijs buiten. En in 1 keer gaat de zon gewoon volle bak schijnen. Dus mocht je wat veranderingen in het licht zien, dan weet je waaraan en waaraf. De volgende rok die ik aan heb, heb ik echt sinds het begintijden dat ik Shein heb ontdekt al op mijn wishlist staan. En iedere keer dacht ik, nee, je hebt al zoveel tijgerprintjes en je hebt al zoveel van die rokken. En nu was hij zo gigantisch afgeprijsd dat ik dacht, ik ga hem gewoon bestellen en dan zien we het vanzelf wel. Oh, wat ben ik blij dat ik het heb gedaan. Want het zou ook geen shoplog van Mo zijn als er geen pantherprint voorbij zou komen. Ja, fantastisch toch? Ik zou het misschien niet zo combineren, maar kijk daar eventjes doorheen. Maar wat een lekker rokje is dit.
Het is, ja, het oogt als een wikkelrok, is het niet. Vind ik toch wel echt de fijnste rokken die er zijn. En het is ook echt wel een hele mooie panterprint, moet ik zeggen. Heel flowy ook, heel lekker materiaaltjes dit ook. Volgens mij is zelfs de binnenkant, kijk, is ook nog niet zo heel verkeerd. Je hebt wel eens met die goedkope stofjes dat dan de binnenkant spierwit is. Nou, zoals je kan zien, het is iets lichter, maar het is niet storend. Ik heb deze dan wel weer een 1XL besteld, omdat erbij stond dat hij wat groter viel. En ik heb inderdaad nog wel wat ruimte hierover. Ik vind de lengte leuk, ik vind het materiaal leuk, ik vind de flowiness leuk. Ja, gewoon echt een toprokje. Rokje. Rok. Jullie weten het ondertussen, ik draag ze heel erg veel maxi rokken. En dit vind ik dadelijk ook leuk in het najaar met een stoere boot eronder, een stoer jasje erop. Ja, dan kun je ook echt prima voor de dag komen met zo'n rok. Dit vind ik echt een toppertje en zeker ook omdat hij nou zo was afgeprijsd. Heel blij mee dat ik hem toch uiteindelijk nu heb besteld. En nu heb ik weer echt een pareltje aan. Je zou denken een rokje, maar het is een skort. En dit is een beetje zo'n dingetje wat op het moment best wel hot and happening is. Een beetje die kortere skorts aan de zijkant en dan wat langer in het midden. En dat hier, ik weet niet of dat duidelijk zichtbaar is. Hier loopt een naad in zo'n driehoek als het ware. Wat dus, ja, blijkbaar heel corrigerend werkt. En hoe leg je dat uit? Waardoor je ook wat afslankt. Ik weet niet zozeer of dat jullie het kunnen zien, maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar wat een leuk ding. Hij is ook lekker flowy. Ja, ik vind sowieso skorts echt geweldig. Echt de beste uitvinding wie dit heeft gedaan of wie dit heeft uitgevonden, die mag voor mij een leentje. Wat een leuk rokje. Oh, ik vind het echt helemaal geweldig. Ja, je bent nooit te jong of te oud of weet ik veel wat om een korte rok te dragen. Ik ben van mening, als je je gewoon goed in voelt en je combineert het leuk, kan gewoon iedereen een korte rok aan. Ik heb hem in 2XL, ook weer van Shein Curve. Hadden ze in verschillende kleurtjes. En nu ik weet dat dit een succes is, ga ik hier ook andere kleurtjes van bestellen. Want dit zijn wel van die items die ik gewoon heel fijn vind. Een prima basic, als je het even niet weet wat je aan moet trekken. Is dit eigenlijk gewoon al een prima basis. En in het najaar zou ik dit ook gewoon door kunnen dragen met een leuke trui. Of met een jasje, of ja, je kunt er eigenlijk alle kanten mee op. En ik vind het gewoon heerlijk dat het een skort is. Kijk, aan de achterkant loopt hij ook in een punt. Heel erg leuk. Ja, en als het omhoog gaat, maakt het niet uit zoals je kan zien. Het blijft dan toch gewoon bedekt. Heel leuk. Heel blij mee. Ja, ik word er heel vrolijk van zoals je kan zien. En jullie hadden net natuurlijk die maxi jurk gezien. Het zwart met die stroken. En ik vond het ook heel erg leuk om dat in een rok te hebben. En iets waar ik echt al een hele lange tijd op zoek naar was, waren gewoon even kleurige maxi rokken. In het zwart, in het wit. Omdat ik dus best wel veel geprinte maxi rokken had. Maar juist op zo'n effe kleur dat ik gewoon ook wat andere, ja, vrolijke print shirtjes erop kon dragen. En bij Shein, zoals je kan zien, ben ik geslaagd. Want ik heb deze fantastische rok gevonden. En zoals je kan zien zit er een klein, ja, bolletje op of zo. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg schattig. Oh, mijn kat vindt hem ook heel erg leuk. Prima lengte ook. Prima flowiness. Zit een onderrokje in. Dus ondanks dat hij wit is, schijnt hij niet door. Ja, nogmaals, ik zou het niet op deze manier combineren. Maar kijk daar eventjes doorheen. Oh, wat een leuke rok ook. Ja, dit vind ik echt fantastisch. Dit geeft me ook weer echt die bohemian vibes. Hier zo'n lekkere flowy top opdoen. Ja, echt heel erg leuk. Kijk, zo zie je de stroken ook. Leuke lengte ook. Shein Curve 2XL. En ik heb een verrassing voor jullie, want ik heb hem dus ook in het zwart besteld. En ik weet niet zozeer of dat een verrassing is voor jullie, want ondertussen kennen jullie mij langer dan vandaag. En ik zei het net ook al, ik was dus nog op zoek naar gewoon even rokken in het zwart en in het wit. Dus toen op deze advertentie stond dat ze in het zwart en in het wit hadden, ja, die heb ik meteen in mijn winkelmandje gedaan. Ik heb daar nog niet eens meer lang over nagedacht. Ook een 2XL van de Curve afdeling. Ook met een onderrokje, maar zoals je kan zien, deze schijnt gewoon bijna niet door. Ja, fantastisch toch? Ik vind dit zo leuk. Ook hier zit dat motiefje weer op, als je het kan zien. Ja, echt geweldig. En ook die elastieke band zit gewoon lekker losjes, dus ook niet vervelend strak. Nogmaals, let niet op de manier hoe ik hem aan heb, maar ja, dit is toch een fantastische basic. Hier kun je toch gewoon heel de zomer lekker in flaneren. Dit zou je ook lekker met een sneaker aan kunnen doen. Ik zou dan voor een sandaaltje kiezen. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben zo blij met deze bestelling tot op heden. Dus eigenlijk alles gewoon, ja, top. Mag ook wel eens, ja, heel erg blij. En dit is nog het laatste item van
de shoplog van Shein. Het is wel de volgende dag, maar ik was deze dus helemaal vergeten om aan jullie te laten zien. Dus vandaar dat ik dat nu even doe. Het raam hiernaast staat open, want het is wat warmer. En ik heb mijn rolgordijn wel naar beneden gedaan. Dus mochten er wat geluiden van buiten hoorbaar zijn, dan weten jullie dat alvast. Maar ik had dus ook nog deze fantastische witte kaftan gekocht. Of overgooier. Ik weet niet zo goed hoe mensen dit willen noemen. Ja, ik vind hem schitterend. Ik heb vorig jaar toevallig een zwarte aangeschaft. En die heb ik heel vaak aangehad. Maar ik dacht, misschien is het juist ook wel leuk om een witte te doen. Want ik had natuurlijk wat felle bikinis besteld. Ik dacht, dat is misschien wel heel mooi om hieronder te doen. Ik heb toevallig nou een badpak van Shein ook aan om even te laten zien hoe het valt. Deze is ook echt een toppertje. Ook een heel fijn modelletje. Maar die heb ik al een aantal weken in huis liggen. En dan zo met die kaftan eroverheen. Ja, ik vind het schitterend. Dus toch net even als je bijvoorbeeld op het strand bent en je wilt gaan lunchen of je wil even ergens naartoe. Dan ben je toch net even iets meer bedekt dan dat je alleen in je badpak rondloopt. Niet dat ik dat heel ernstig vind, want dat doe ik eigenlijk normaal gesproken ook. Maar gewoon even zo'n kaftan eroverheen. Ja, ik vind dat superleuk. En dit is ook heel leuk met festivals, want ik heb dus die zwarte een tijdje terug aangedaan naar Daisy. En niet om nu op te scheppen. Maar ik heb zoveel complimentjes gehad dat ik echt zoiets had van, ja, het is eigenlijk gewoon een heel fijn ding. Het is heel luchtig en het is gewoon ook echt gewoon heel erg mooi. En zeker als je dan nog een kort spijkerbroekje onder doet en een stoere boot. Ja, dan is het toch fantastisch om daarmee naar een festival te gaan. Hij is van Shein Curve, 1 keer XL. Ja, ik vind hem gewoon qua maat goed. Je kunt hem ook open dragen natuurlijk. Kijk, dan valt hij zo. Maar dan, ja, laat je net weer even wat meer zien. Ik heb daar zelf niet zoveel moeite mee. Ik vind ieder lichaam is een bikini lichaam of in mijn geval een badpaklichaam. Maar dit is in ieder geval wel het laatste item wat ik even met jullie wil delen. Heel mooi, hadden ze ook heel veel verschillende van. Ook in verschillende kleurtjes. Ik ben voor wit gegaan, omdat ik dus al een zwarte had. Maar ik vind hem heel mooi. Ik vind hem echt schitterend. Ik denk dat het een lange tijd geleden is dat ik zo'n goede Shein shoplog heb gehad. En dat ik echt eventjes moet gaan nadenken. Wat ga ik houden? Wat ga ik retourneren? Want volgens mij gaat mijn portemonnee dit absoluut niet leuk vinden. Maar wat ben ik goed geslaagd. De jurken, de rokken, echt alles was fantastisch. Ik zal alles uiteraard linken in de beschrijving zover mogelijk. Zo mocht je dan iets tussen hem zitten dat je denkt, dat vind ik leuk. Dan kun je het in de beschrijving terugvinden. Maar ja, wat ik dus al zei in het begin van de video, het kan dus ook voorkomen dat sommige items niet meer leverbaar zijn. Ik ben in ieder geval heel erg blij met deze items. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw favoriete item was van deze shoplog. Vond je dit een leuke video? Doe dan eventjes die duimpjes omhoog en abonneer je nog eventjes gratis en vrijblijvend op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En graag tot de volgende keer weer. Doei!